Goeiedag iedereen, ik ben hier aan de locatie van de Plattendijk, dus de Zeeland-Nederland. Dat is ongeveer op een 90-tal kilometer van Hulst ook. Hier heb je dus ook een boerderijwinkel Schout. Dus hier in de regio heeft men veel fruitteelten en ook van die lokale boerderijen. Waar dus dat je ook groenten en fruit kan kopen. Dus dat ligt hier vlak naast de N258, dus de baan Axel richting Hulst. Ja, en ook de N258 is een drukkere route. Er is meestal wel wat meer verkeer dan op de N290. Dus hier, dat is een eindpunt. Je ziet hier ook even wat drukker verkeer. Het is ook een soort blokverkeer. Hè. Wat ik zeg, normaal gezien in betere tijden is dat hier constant zonder ophouden. Dus hier op het eindpunt heb je dus die boerderijwinkel. Ga ik eens zien als die wel open is, want misschien is die wel gesloten. Ik zie deze hier open, ook woensdag van 8 tot 18 uur. En ook voor de coronamaatregelen maximum 5 klanten in de winkel. Dus dat is ook wel leuk, dergelijke boerderijwinkel. Voilà, dus hier stopt het fietspad. Dat is nog altijd waarschijnlijk in discussie, maar momenteel gaat dat natuurlijk in die periode niet vooruit. Dus dat het fietspad doorloopt tot Absdalen en zo kan je verder naar Axel. Dus dat stopt hier. Hier moet je in principe over de gevaarlijke baan. Voilà, maar dan de andere kant hier heb je dus aansluitend het fietspad en recht voor ons is Hulst. Dus ja, de stad Hulst, ik vermoed... Vanaf hier een 7- of 8-tal kilometer nog. En aan de rechterkant heb je dus de regio om naar België te gaan, naar Stekene. Dus vroeger was die baan hier open, dus je kon gewoon met je fiets naar de andere kant hier. Maar dat is niet meer het geval. En, maar bon, sowieso... mag je nu wel de grens niet over, maar hier rechtdoor dus heb je ook dus toegang tot Stekene. En zo verder kan je ook gaan naar Sint-Niklaas. Er is dus ook wel de mogelijkheid om ja, in Hulst bijna de baan over te gaan. En zo ook de richting van Sint-Jansteen en zo verder. Nu wel even tegen zon. Ik zie nu wel dat die N258 wel ook enorm rustig is. Toch ook wel zoals de N290. Opnieuw hoofdzakelijk het vrachtvervoer. Linkerkant terug naar de boerenvelden en zo verder terug naar de routes van de polers. Ik ben hier bijna aan het eindpunt van het fietspad, van dit gedeelte hier. Dus in deze richting ga je dus Absdalen, Axel en eventueel ook voor de richting van Sas van Hens. Dat zijn de beelden die we al kennen van iedere dag natuurlijk. Hier aan de linkerkant is het tuincentrum. Ja, hier in Nederland is die feitelijk nooit gesloten geweest. Die zal ook veranderen van naam. Ja, hier bijvoorbeeld ook als hobby of dat mensen zich kunnen bezighouden. Ik zeg het tuincentrum, het doe het zelf, zag de karwei, de hamma. Dat is ook altijd open geweest. Dus die is hier gelegen aan de Absdaleseweg. Laten we zeggen, ja, een kleine 2 kilometer van Hulst. Dan hier opnieuw al die vrachtwagens. Zo naderen we het kruispunt, dus rechtdoor voor de stad Hulst, rechterkant richting Sint-Jansteen, België, en dus linkerkant terug de route Kloosterzande, Terneuzen en de omringende dorpen. Voilà, hier praktisch aankomst Hulst, je ziet terug. Het vrachtverkeer die draait op volle toeren. Het is ongelooflijk hoeveel vrachtwagens. Ja, hier is er geen havenlocatie, voor de duidelijkheid. Kloosterzand en zo is er geen overhang, dus ik zeg, je hebt de Westerschelde-tunnel en dan de kanten van Breskens daar, maar er zijn natuurlijk wel bedrijven in dacht ik Walsoorden daar, tussen Walsoorden en Kloosterzande en zo verder. Dus hier ingang Hulst en daar opnieuw in Westerman. Ja, je kan zeggen dat het wel een druk verkeer is op gebied, vrachtwagens en toch wel wat zelfstandigen ook. En voor de rest, ja, het is... het Zeeland blijft toch wel stilstaan. Ik zeg, de grenzen blijven natuurlijk gesloten met België. De maatregelen in België gaan gewoon verder en hier waarschijnlijk ook. Ik zeg, de situatie is nog te ernstig om dat ze daar versoepelingen doen. Dat was ook wel duidelijk te horen gisteren. Ja, en hier ook te Zeeland heeft men alle campings gesloten, vakantieoorden en zo. Dus het loopt allemaal wel in evenredigheid. Ik zeg, het verschil is een beetje dat, ja, bepaalde winkels zijn hier open die gesloten waren in België. In België gaan nu ook die tuincentra's open, doe het zelf zaken. Dat de mensen zich toch wel wat kunnen bezighouden. Ook zeggen, doe het zelf zaken is wel belangrijk in deze tijd ook. Voilà, beste mensen, dat was nog even een korte blik hier op de regio van Hulst. Tot Hulst binnenstad. Tot later.